Want ja, u heeft 3 procesdagen achter de rug. 3 marathonische procesdagen. Ja, hoe heeft u dat ervaren? Ja, kijk, we zijn toch een beetje gewend. Hè? Als je je goed herinnert, die maagdenzaak was een week. Dus we waren een week bezig. Het is echt vermoeiend. Het is eigenlijk niet menselijk. Het is niet menselijk. Dus we moeten het wel doen, maar het is echt niet menselijk. En je komt thuis, je bent helemaal uitgeput. Je hebt zoveel informatie om te verteren, weet je. Kan u die informatie al plaatsen? Wat is uw gevoel? Nee, je kan het gewoon niet allemaal plaatsen. Alleen die hoofdpunten kan je een beetje plaatsen, maar de rest, het is zoveel informatie. Ja, en als u daarop reflecteert, wat denkt u dan? Ik ben zeker van dat het een politieke moord was. Dat weet ik zeker, nu. Ik had mijn twijfels, maar nu weet ik zeker dat het een politieke moord is. Of was. Ik weet zeker dat er meer mensen zijn betrokken. Meer mensen van... Ja, we praten over mensen die het heel goed hebben. Hè? Dus die investeren zoveel geld in deze onderzoek dat het niet helemaal rondkomt. Maar ook mensen die hier genoemd zijn. Bijvoorbeeld meneer Jamaluddin en zijn broer. Kijk, ik ken die broers van Jamaluddin. Het is moeilijk. Want dat zijn mensen die je kent en je hoort die namen. En je vraagt jezelf af. Families waren verbonden met elkaar. Want zijn nog steeds verbonden. Dus we zijn buren. En het doet pijn. Het doet echt pijn. Dus het laat een heel rare smaak achter. Of er nou een veroordeling volgt of niet. U heeft dus blijkbaar niet alleen uw broer verloren, maar ook een vriend. Een vriend. En als het zo is, zoals die AG heeft gezegd, dan verliezen we meer vrienden. En dat doet pijn. Ja, want u zegt daarmee eigenlijk, dit is niet het einde. Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Het is het begin van die einde, maar die einde is het niet. Maar waar moeten we als publiek dan aan denken? Ik denk dat een heel grote groep van mensen die... eigenlijk die ze plan hebben georganiseerd. Ik denk dat die mensen echt powerful mensen zijn op het eiland. Daarom heeft het zo lang geduurd. En het is ook, laten we zeggen, bijna niet meer te volgen. Het is natuurlijk al een tijdje terug. Ja. Maar als u zegt over de machtige mensen, wie zijn de machtige mensen op Curaçao? Ja, Helmina had heel veel vrienden en ook heel veel vijanden. Maar die vijanden waren mensen in hogere posities. Die waren politiek bedrijfsleven, en bedrijfsleven. Wereld. Allemaal. Dus het is gewoon, wat ik als informatie heb, was... Het was een vergadering met een paar mensen, hoge pieten. En die hebben besloten in die vergadering dat Helmin weg moest. Dus, en die AG die weet het ook. Maar u zegt ook politieke moord? Ja, het is echt politiek. Maar... Ja, je moet echt kijken wie na die moord van Helmin... Wie eigenlijk, laten we zeggen niet die wie. Wat is er na die moord gebeurd? En kijk, Helmin had een probleem met de UTS. Het is nu verkocht na 6 jaar. Misschien als het een jaar later was. Dan zou iedereen zeggen, ja, het is, dit was die aanleiding voor. Maar er zijn heel veel gedoe. Ik heb ook gehoord die tweede dag over CPS... het was in de kamer, die waren ook een soort vijand van... Maar je moet echt die link gaan zoeken, hè. Omdat deze... Maar als ik politiek ga kijken, dan denk ik... Okay, wie hebben de voordeel gehad direct na de moord op Helmin Wiels? Dat is binnen de Pueblo Soberano dan een zoektocht. Zeker weten. En net als de 12 apostels, hè. Ze hebben Jezus niet vermoord. Maar ze hebben wel Jezus overgedragen om vermoord te worden. En de haan kraaide 3 keer. Aha. Dus ik ben toch een beetje, laten we zeggen, relieved. In die zin van, je ziet een einde aan de tunnel. Omdat het moet gewoon einde. Het heeft te lang geduurd. En het is ook heel zwaar voor ons. Zoals je weet, ik heb alle die zaken hier meegemaakt. En het is echt niet te doen. Is echt niet. Is het voor Curaçao ook nodig? Heel belangrijk. Curaçao krijgt geen rust als dit niet opgelost is. Dus zodra het opgelost is, misschien kunnen we rust krijgen. Misschien. Okay, dank u wel. Dank je.